Welkom mensen bij deze nieuwe Brawl Stars video. Het is, hoe laat is het nu? Volgens mij is het nu 20 na 10. Ja, precies 20 na 10. En dat wil zeggen dat de trofeeën gereset zijn. Dat wil zeggen dat we starpoints gaan krijgen. Laten we gewoon even gaan kijken hoeveel starpoints we gaan krijgen. Ik hoop op zijn minst toch 2000 of zo. Ja, ik denk. Oké, okay, mensen, ik heb mijn tablet hier staan. Normaal gezien, hier zit in de hoek 10:25. Als ik nu op Brawl Stars duw, moet hij normaal gezien mijn startpoints geven. Allee, dat hoop ik toch. Ja, daar komt hij trof nog eens aan. Oké, 100, 200, 200, 200, 300, 400, 400, oké, 500. Yes, veel. Wajo. Oké. 2040. Nou, dat valt best wel mee. Hoeveel trofeeën hebben we gereset? Maar 90 trofeeën gereset? Wajo, dat is weinig eigenlijk. Dan kunnen we er gemakkelijk terug bij spelen. Laten we gewoon... Basketball. Nieuwe game mode. Wajo. Oh, chill. Dat wil ik wel even spelen. Laten we anders even iemand kiezen om mee te spelen. Ja, het Comet hier al redelijk goed in is. Waar is Comet? Ik vind Comet niet. Hier is Comet. Oké. Hopelijk winnen dit, want basketball is dus een rare en niet een rare game, want de map ziet er zo anders uit. Het is veel kleiner dan alles anders. Even kijken of we dingen kunnen raken. Oké, die Frank die heeft al veel AP natuurlijk, en ik raak ook echt heel weinig. Jezus. Oeh, die is binnen dat. Laten we die eens even... Kijk eens aan. Nu moet gewoon kijken of we goed kunnen mikken. Kan die goed mikken? Hij kan niet mikken. Hij kan helemaal niet mikken. El Primo kan niet mikken. Oh, shit. Ik ben niet geraakt. Oh, ik ben gewoon niet geraakt. Yo. Insane clutch. Nee, dacht ik niet. Edgar, even stop hier. Je gaat te ver, Edgar. Nu ga ik scoren. Kijk mee. Zie. Ik ben gewoon officieel, ik heb gewoon 3 punten. Gewoon een 3 punten, hè, jongens. 3 punten krijg je als je buiten de zone scoort, zeg maar. Shit, nu gaan zij scoren. Oh nee, nu hebben zij tijd genoeg om te scoren, ja. Maar wel 2 punten, dus er staan nog altijd 1 punt voor. Dat is nog altijd heel chill. Waar is mijn wifi nu weer naartoe? Oh shit. Kijk, die Frank is zo irritant. Dat is niet normaal. Edgar mag niet scoren, want... Wat gebeurde daar? Ik zag niet wat er gebeurde. Ik zag helemaal niet wat er gebeurde. Maar ze hebben dus niet gescoord. Oeh, dat was een mooie kill. Ik moet zeggen, dat was een zeer mooie kill. Nee. Dat ging in geen 100 jaar. Maar oké, de Frank. Jongens, de Frank is irritant. Oh nee. Nee. Ja, dat is lip. Nog 45 seconden. Die Frank moet eigenlijk stoppen met spelen. Oké, we hebben de Frank wel. Dus dat is wat veel. Geef mij de bal. Nee. El Primo, kom. Schiet. Oh my god, man. Oh. What the frick? Oké. Okay. Maar ik beraak die nog iets? What the frick? Oké. Ik ben een beetje confused nu, maar... Schiet die nog eens raakt wat? Kan die zo goed aimen? Nee, dus. Oh. Gewoon 7-4, Jezus. We staan gewoon 7-4 voor. Dat is een beetje insane. Oké. Kom aan. Raak. Nee, doe me. Wacht, die heeft gemist. Yes! Eerste match basketball gewoon gewonnen. Ik heb zin in nog een match. Ja, Jesse loopt nog opnieuw. Ik heb gewoon zin in nog een match. Hopelijk krijgen we iets als een Frank of zo in ons team of een Max. Kijk, een Frank. Chill. Gewoon chill, een Frank. Ze hebben ook wel irritante spelers, moet ik zeggen. Ja, ze hebben heel irritante spelers. Come on, ik heb mijn gadget gemist. Dat voelt kut. Ja, en dat ging het niet raken. Dat ging het niet. Waarom heeft die Frank ook weer stilstaan? Oh my god. Ja, rip ons. Turret. Gedood. Turret. Oh, ik raak die helemaal niet. Oh, Jesse is irritant. Hier is de Jesse, dus heel irritant. Pieuw, die gaat niet dood. Score. Nee, tegen de rand op. Ik wist geen, is dat een ding?
Blijkbaar kun je dus tegen de rand op schieten. Oké, dan. Die is er niet in. Die is er wel in. Die is er wel in. Gewoon een driepunter, jongens. Ik ben een god in driepunter scoren. Oh shit. Deze nieuwe game mode is echt insane fijn. Oh, turret. Au. No, come on. Oh, cool. die chest kon echt niet aimen. Even een super erop. Oh shit. Oh nee. Oeh. Dat is een beetje rip. Dat is die turret. Oké, nu is Jesse dus heel irritant. Stel je voor dat wij nu een Jesse en wat zouden we nog moeten hebben? Oh, dat is super vies. Rip. Maar die ga ik niet missen hier. Kom hier, boy. Oh shit, Mingle. Ja, dat is spijtig. No. Ja, oké. Maar ze hebben wel 2 punten en niet 1 punt. Ik ga de bal even naar die kant tikken. Oh, we gaan nu weer al dood. Nee. We zijn nog niet dood. Bal de Frank. Frank wel. Ja, shit. Ik ook. Oeh, ik kon even hier, maar ik kon even op zijn minst. Ja, pijn. Maar laat me gewoon rustig leven. Help me met rust. Oh nee. Oké, Frank met de super. Gestunt, maar hij is dood. De rit. Jee. De rit. Kapot. Jezus. Joep. Jong. Gewoon even gekwet van de rit. Oké, ik hoor die. Die is dood. Super. Nee. El primo. Oh no. Niet scoren, please. Niet scoren. Nee. Oeh. 2-1. Yes. Jongens, Comet is insane goed. Comet is insane goed. Dit is niet normaal. 16 trofeeën en 40 tokens. Maar dat valt niet. Misschien hebben we geluk en openen 1 doosje. Nee, kijk. Oké, de rest van de dozen ga ik houden voor als ik... was het? Zat hij er al? Nee, maar bus is wel cool. Oh, weet je ook alweer. Die nieuwe knokker wat gaat uitkomen, epische knokker. Dat is het derde knokker in het trio van Edgar en Comet. Dus ik hoop dat die snel uitkomt. Jongens en meisjes natuurlijk, als jullie van deze video genoten hebben, laat dan zeker een like achter. Als je nog altijd aan het kijken bent, zet broodje in de comments. Broodje is gewoon een beetje ons ding geworden, jongens. Als jullie de video afkijken en ik zeg dat, en jij zegt dat in de comments, broodje, dan voel ik mij goed. Dan voel ik mij oprecht heel goed. Want dan weet ik dat jij tot het einde gekeken hebt. En dat de kijktijd van de video ook een beetje omhoog gaat. Dus, like het dan, meneer. En tot de volgende keer. Broodje.